Een tijd geleden is de Amsterdamse SP begonnen met een alarmlijn schimmelwoningen. En we hebben heel veel klachten van bewoners gekregen over allerlei schimmel in hun huizen. De alarmlijn schimmelwoning geeft alle Amsterdammers de kans om hun schimmel en dergelijke te melden bij ons. En vandaag zijn we in Zuidoost op bezoek bij een aantal van dit soort mensen die grote klachten hebben. De alarmlijn schimmelwoning heeft nu inmiddels ruim 100 meldingen gehad van allerlei Amsterdammers door de hele stad heen. Die melding maken van schimmel, van vocht, van tocht, van verrotte lekkages, verrotte kozijnen en noem het maar op. En wat vooral heel erg opvallend is, dat er vooral heel veel ouders zijn die vertellen dat hun kinderen last hebben van hun luchtwegen. En die dus zelfs van die puffertjes moeten gebruiken, van die ademhalingsmedicijnen, om goed te kunnen blijven ademhalen. Daar hebben we heel veel meldingen van. Als je in de huizen komt, dan zie je ook hoe erg het probleem is. Want er is heel veel schimmel in die huizen. En ik kan me voorstellen met al die vocht en tocht dat het zeer ongezond is voor de kinderen. Nou, allereerst gaan we altijd op bezoek bij degene die de melding gedaan heeft. Dan gaan we kijken wat de klachten zijn en hoe erg ze eigenlijk zijn. En dan gaan we bij de buren even kijken. En dan gaan we even de wijk in, de buurt in, kijken of er nog meer van dat soort klachten zijn. En als we dat een beetje gezien hebben, dan gaan we meestal in actie komen. En dat kan zijn door gewoon te bellen met een corporatie of een particuliere verhuurder. En soms is het ook, als het heel ernstig is en de huisbaas niks wil doen, dan komen we in actie. En dat kan zelfs leiden dat we met heel veel bewoners voor de deur staan van de huisbaas om actie te eisen. En nu ga ik op weg naar een bewoner die melding heeft gemaakt van heel veel problemen in haar huis. En we gaan eens even kijken wat er allemaal aan de hand is en hoe ernstig de klachten zijn.